Welkom allemaal op de eerste Artist Talk van het nieuwe seizoen. Jullie hebben een hondenweer getrotseerd om vandaag Sven Tjolle te kunnen aanschouwen. Dat betekent dat u wel degelijk nieuwsgierig bent naar wat hij te vertellen heeft, en ik ook. De Artist Talks, zoals u weet, zijn al een gerespecteerde traditie aan het worden, georganiseerd door het MUCA in samenwerking met de Antwerpse kunstgalerieën. Telkens naar aanleiding van een lopende tentoonstelling, wat ons de gelegenheid geeft om heel concreet ook over jouw lopende tentoonstelling te praten, zodat mensen daar ook naartoe kunnen gaan als ze al niet geweest zijn. Dan maakt het allemaal iets concreter. Dus zoals gezegd, we bijten de spits af voor dit seizoen met Sven Tjolle, naar aanleiding van zijn solo tentoonstelling in de Plus One Gallery op het Zuid. En die tentoonstelling die onlangs opende is nog te zien tot 22 oktober. En op 21 september opent het tweede luik van die tentoonstelling in de Plus One Gallery in Berchem. Sven Tjolle werd geboren in Antwerpen in 1966 en hij studeerde beeldhouwen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. En hij woont en werkt in Australië, in Melbourne. Sven Tjolle staat bekend voor zijn sculpturen en tekeningen die vaak een brug slaan tussen popcultuur en maatschappijkritiek en vaak op een humoristische manier sociale en culturele pijnpunten van onze maatschappij blootleggen. Sinds begin van de jaren 90 stelde hij regelmatig tentoon in binnen- en buitenland, solo-tentoonstellingen, groepsentoonstellingen. Zijn werk is ook vertegenwoordigd in heel wat publieke en private collecties, waaronder het SMAC en het MUCA. En eerder dit jaar was er een overzicht van jouw recente werk te zien in Wheels, een opgemerkte tentoonstelling ook, had ik toch de indruk, onder de titel The Age of Entitlement or Affordable Tooth. En de huidige expo... Affordable Tooth Extraction, ja. Belangrijk, ja. De huidige expo in Plus One heet Collecting Dust, Drawings, Debt. Voilà, ik ga de beeldloop in werking stellen. En zoals gewoonlijk zal die regelmatig verwisselen en kunnen we er af en toe ook eens naar terugkoppelen of ook helemaal niet. We zien trouwens de uitnodiging voor de huidige tentoonstelling. Misschien is beginnen Sven bij die tentoonstelling en waarom niet meteen bij de titel? Collecting, Dust, Drawing, Debt. Ik weet uit ervaring dat titels voor jou heel belangrijk zijn, zowel bij je werk als bij je tentoonstellingen. En wat schuilt er achter deze? Ja, het is ook, ik had verschillende voorstellen gedaan voor tentoonstellingen en uiteindelijk is aan de titel iets geweest waarin dat die verschillende ideeën onder één noemer gebracht konden worden. En ook omdat de twee ruimtes, of de eerste ruimte van Plus One Gallery is eigenlijk een heel mooie galerij, maar dan die op het Zuid is de nieuwste plek en was misschien ook moeilijk te kiezen welke plek. Maar te beginnen met de eerste titel die ik in gedachten had, was Collecting Dust. En het is eigenlijk een Engels spreekwoord, wat uitdrukt niets doen, gaat over niets doen, stof vergaren eigenlijk. Dus ja, dat leek me wel interessant, een tentoonstelling maken en niets doen, of al de reflectie ermee te maken. En ook eerder in mijn werk heb ik dat al verschillende keren aangeraakt. Thema's die hebben te maken met activiteit van de poetsvrouw, het kuisen. Want als je het van dat perspectief bekijkt natuurlijk, dan is stofvergaren is natuurlijk wel is niet niks doen. Mm-hmm. Natuurlijk. Dus dat was een eerste aanknopingspunt. Mm-hmm. En eigenlijk, het was ook wel een beetje... Enfin, dat gebeurt wel regelmatig. Ik doe een voorstel of we spreken met mensen die me uitnodigen. En dan op het einde dan zeg ik vaak van, oh ja, eigenlijk had ik ook nog een ander ideetje. En dan vertel ik dan in 5 minuten na een half uur eerder gesproken te hebben. En meestal is dan, maar dat is... Ook mooi. Ja. En dan komt er een dilemma. En zo, omdat ik ook ik had een aantal... Eigenlijk, ik wou ook iets doen rond een aantal tekeningen, een experiment met tekeningen die ik graag wou tonen en die eigenlijk ook de aanzet zijn voor een nieuwe tentoonstelling, met sculpturen. Maar er komt natuurlijk ook nog het punt bij dat ik vanuit Melbourne moet opereren, zeg maar. En dat natuurlijk bijzonder logistiek moeilijke dingen heeft. Dus het heeft er ook altijd mee te maken om dan zo een en ander te combineren. Mm-hmm. Oké. Okay. Binnenkort opent dus ook het tweede luik van die tentoonstelling. Zie je daar echt een bewust verschil tussen die twee posities en die twee plekken? Of beter, de eerste is echt
specifiek op het aspect tekenen gericht. En dat is misschien de tweede keer dat ik een tentoonstelling doe die, waar geen beelden in te zien zijn en die enkel gewijd is aan de tekeningen. En vooral, ik wou daarin aspecten belichten die misschien minder onmiddellijk met tekenen geassocieerd worden, maar die voor mij of in mijn werk wel een plaats hebben of een zeker belang. Ik ga misschien nog even zeggen dat de eerste tentoonstelling met tekenen, die enkel gefocust was op tekenen, dat was met kleurencopies in Hasselt. Dus daar waren het ook al niet louter de tekeningen als pen op papier, maar reproducties van tekeningen eigenlijk. Dus de tentoonstelling over de tekeningen. Misschien een bindend element daarin is het feit dat het tekenen of het resultaat is van een proces. Dat is natuurlijk altijd wel, maar dat ze niet geconcipieerd zijn met het idee van ik ga een mooie tekening maken of een kunstwerk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld deze. Die dus een samenwerking tussen jou en je zoon. Ja. Dus het is een spel eigenlijk, zoals een battle. De rappers hebben dat ook. Ik teken een figuurtje, een ridder of whatever. Of het kan ook heel eclectisch worden. En dan hij tekent er zin. Mijn zoontje tekent de andere figuur die er mee vecht. En hoe oud is hij dan op het moment dat hij meetekent? We zullen dat in de loop van de loop wel zien, want ook in zijn tekeningen is er een evolutie te zien. Vandaar dat het ook een vrij uniek project is dat niet herhaald kan worden. Hoe oud was hij in het begin? 4. 4 jaar, oké. Okay. Ja. Mm-hmm. En nu? Nu 11. Oké, okay, maar je blijft samen tekenen? Nee, dat wordt moeilijker. zijn teken, misschien zou het verschil... Maar voor hem ook eigenlijk. In zekere zin voor hem wordt het ook moeilijker dat de onbevangenheid iets weg is. En daar gaat het ook voor een groot stuk over. Dus hij wordt ziek, we gaan een tekening maken. En dan de eerste figuur, die is niet goed. Het moet opnieuw gebeuren. Mm-hmm. Dus, maar dat is ook iets waar een kunstenaar natuurlijk mee worstelt van... Dus voor hem, maar ook voor mij. Maar wel is het idee voor dit soort van tekeningen had ik al wel vrij lang. En dat is ook in de loop te zien. Er zijn schetsen voor zo'n opzet van een groot gevechtsscène, mm-hmm. een soort van historisch slagveld zonder perspectief overal. En dat is dan weer gebaseerd op mijn eigen ervaring als kind. Daar heeft dan ook weer mee te maken. Bijvoorbeeld, ik ging bij een vriend spelen. En dan het tekenen was daar een manier om iets te beleven of te herbeleven. Ik had een film gezien of iets gelezen of een spel. Oh ja, we gaan tekenen en dat was met geluiden en alles. Dat ging eigenlijk helemaal niet om een tekening te maken, maar een soort reenactment eigenlijk. Ja. Ja. En alles is mogelijk. Dus... Dus dat vond ik een interessant aspect, maar ook het aspect over dat misschien meer het politiek linkt, de rol van de geschiedenis. Hoe is het zicht op de geschiedenis? Zijn het de massa's of zijn het de koningen, de Romeinen tegen de die? Het project The Great Regression, geef je titel aan die slagveldtekeningen? Een verwijzing naar de Great Depression, neem ik aan. En die komt er dan weer, misschien tussen haakjes gezegd, terwijl op zich is het misschien een belangrijk gegeven. Mijn werk is eigenlijk, zou je kunnen opvatten, als een aaneenschakeling van associaties. Of een ketting van associaties. En elke tentoonstelling kan een momentopname zijn van een van die schakels. Soms kan er een voorgaande schakel ook bij zitten. Of een stuk van iets dat nog verder geschakeld moet worden of in wording is. Dus inderdaad, deze tekeningenreeks, de titel daarvan is de Great Regression, Epic. Dus de epiek van de grote regressie, mm-hmm. Zou ik kunnen zeggen. En dat vloeit inderdaad verder uit een groep van voorafgaande werken, onder de noemer A Great Depression. Nu, op wat moet ik eerst in gaan? Depression of regression? Up to you. Oké, ik zal dan... wat gemeenschappelijk is in beide, is, en wat het voor mij ook interessant maakt als kunstenaar om mee te werken, is dat het zowel naar iets maatschappelijk, politiek, economisch verwijst, maar ook naar iets psychologisch. En dan tegelijkertijd ook in de psychologie... depressie en regressie, ja. En de eerste, de depressie, uiteraard met ook
als we ook naar de geschiedenis uiteraard. En als we geschiedenis gebruiken, dan is dat meestal in het perspectief van vandaag of om iets te zeggen over vandaag eigenlijk, maar vanuit een beetje een ander perspectief. Dan de Great Depression heeft ook nog te maken met... op een gegeven moment speelde ik ook met het idee, of we, als ik de, zo weet, de curator van Wiels, in de zoektocht naar een titel voor die tentoonstelling, of beter, ik speelde met het idee van Great Depression. Er zit ook wel iets in, omdat de thema's die ik aanraak, of die behandeld worden in mijn werk, vluchtelingen, arbeidsrelaties... Crisis, zou ik kunnen zeggen. Ik zou voor minder gedeprimeerd worden. En toch, Great Depression... Great. Dus daar zit al eigenlijk een tegenstelling in. En het werk zelf straalt ook een soort vrolijkheid uit in zijn vormentaal vaak. Ja. Dus, maar, en daarin vond ik dan weer interessant dat die Great Depression, dan belicht hem een beetje, of in dat ding, de humor als manier om met die, op het eerste zicht, deprimerende zaken om te gaan. Dat kan ook iets positiefs zijn, als een soort van verzet eigenlijk, om dat tegen een... Tegen humor of tegen een grap, dat kan iets ondermijnend hebben. En eigenlijk is er, hoe bescheiden dat die grap, of hoe bescheiden dat het ding ook kan zijn, op zich is er niet zo heel veel tegen te doen. Mm-hmm. Dus ja, kunstwerk kan wel verkocht worden in die context, maar enfin, de grap kan ook verschillend geïnterpreteerd worden, maar toch die intentie die erin zit, die kan soms ook een soort van bevrijdende werking hebben, hoe beperkt dat die op zich misschien ook kan zijn. Dus dat zijn een aantal dingen rond Great Depression. Uiteindelijk is die titel er niet gekomen. En voor deze tentoonstelling, er is nog een hele reeks van werken die ik misschien mogelijk daar rond zou willen maken. Ook zeg, terloops in de publicatie die naar aanleiding of na de tentoonstelling in Wiels is verschenen, daar zijn de werken ook zo in gegroepeerd, dus een aantal werken rond Great Depression. Mm-hmm. Dus, maar ik wou erop verder gaan, dacht, misschien kan ik die titel verbeteren en dan al associërend kwam ik bij Great Regression. En voor de zekerheid, zeker in deze tijd, dacht ik toch even googelen. Maar dat bleek al gecoind te zijn, zoals ik. Dat bleek al geclaimd te zijn als een titel. En daar wordt mee omschreven of bedoeld door een aantal auteurs. De periode wordt erin beschreven van de jaren 80 of eind 70 tot nu. En met de opkomst Thatcher, Reagan, de deregulering. Ja, ik weet wat ik bedoel, dus het wegnemen van de regels in verband met de banken, die er na de grote depressie wel zijn gekomen. Eigenlijk van, we moeten hier palen en perken een beetje aan stellen, dat niet meer opnieuw gebeurt. Het neoliberalisme eigenlijk. Voilà, ja. Maar daarbij ook de opkomst van nationalisme, wij hier kennen dat ook goed natuurlijk. Eigenlijk als een soort regressie geldt daar als een terugval. Een teruggaan naar een vorige fase. Ook in de psychologie is dat ook iets met kinds worden, dan is dat iets negatief eigenlijk, als dat niet op een andere manier verwerkt kan worden. Dus dat was ook een belangrijk thema, omdat het daaraan te koppelen. Puur inhoudelijk of als zijdelings aanknopingspunt van de inhoud. Maar dan, tegelijkertijd, is er nog een heel race van onderwerpen en aspecten die bijna op zich al een thema zijn in de kunst ook. En dat is, of zeker in de, eigenlijk moet ik zeggen, in de moderne kunst. En dat is de belangstelling voor de kindertekening. Picasso die kon al op zijn 12 als een meester. En ik denk dat het citaat misschien van hem is dat hij zei, maar het heeft me bijna een heel carrière of een halve gekost om terug te kunnen tekenen als een kind. Allee, mocht het al mogelijk zijn, ook als gezien na Cobra. Enzovoorts. Dus daarin voor mij ook zitten ook heel veel visuele en plastische dingen die ik erg interessant vind of die mij aanspreken. En voilà, dat zijn een aantal dingen. Ja, oké. De tentoonstelling, ja, of toch tenminste de uitnodiging, heeft ook een derde deel. Hè. Je hebt de Collecting Dust, Collecting Drawings, Collecting Debt, Ongoing staat eronder. Wat moeten we daaronder verstaan? Ja, dus schuld verzamelen, ongoing. Ja, dat blijkt maar niet te stoppen. Mm-hmm. Dus maar wat bedoel je met die collecting debt eigenlijk? Is dat een soort politieke analyse? Of zie je dat meer als een
Dat is een allegorie op het goede leven? Of? Nee, veel simpeler eigenlijk. Dat is gewoon de kwestie of de strijd voor rekeningen te betalen. Mm-hmm. Die voor heel veel mensen of op verschillende niveaus wel gelden. En hier laat ik het ook even in het midden. Of dat het, want in het Engels eigenlijk, debt collector, dat is degene die het geld int. Mm-hmm. Dus, maar het kan ook soms zijn dat je, ik zeg nu maar iets, voor de betaling van een kunstwerk nog geld moet ontvangen van iemand, waarvoor dat je dan zelf weer niet iemand anders of een andere schuld kunt betalen. Dus dat is die vrij letterlijke betekenis zit eraan, maar dat is ook het economische aspect. In vorige tentoonstellingen had ik het over austerity. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ik zou ook kunnen zeggen, sinds de jaren 70. Dat blijft ongeveer hetzelfde. Het zijn enkel de namen die dikwijls een beetje veranderen of verergeren, hè, austerity enzovoort. Ja, en misschien nog dit hier, dat was eigenlijk een persiflage, ongoing, ik geloof, different locations. Dat is een beetje het jargon van op uitnodigingen, van er is een project daar of dat is, blijft voortduren en dan op verschillende locaties. Ja. Je staat vooral bekend als een beeldhouwer, iemand die zelfs soms op een heel bijna klassieke, figuratieve manier te werk gaat. Maar toch merk ik dat tekeningen, of vooral met het naar buiten komen met je tekeningen, iets recent is. Mm-hmm. Dit jaar is er ook jouw online project, de 100 Sketchbox. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is... het tekenen op zich doe ik van in... De kindertijd, waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Maar ook heb ik eigenlijk een verzameling van uniforme schetsboeken opgebouwd door de loop der jaren. Dat is ook weer hier. Het was nooit het opzet van, ik ga telkens eenzelfde formaat tekenen en dan, wie weet, over zoveel jaar, dan wordt dat één groot boek of één groot oeuvre of wat dan ook. Dat is eigenlijk gewoon zo gegroeid. En datzelfde formaat is misschien wat meer ingegeven door praktische ingeving. En de enige regelmaat in die reeks is de chronologie tenminste van het maken. Dus ik teken één blad en dan, als het vol is, dan het volgende. En is het systematisch een blad per dag of zoiets? Of nee, helemaal niet. Wel, soms kan het die functie hebben, maar het heeft zeker niet die structuur. En als het al een dagboek zou zijn, dan is het soms vrij cryptisch. Ik kan er misschien wel soms dingen koppelen aan, toen is er dat of dat gebeurd, of dat verwijst naar hier of daar. Maar dus die 100 boeken staan online. Hoeveel pagina's per boek ongeveer? Ik denk, maar ik ben altijd in de war, moet je dan dubbel rekenen of niet, maar 60 zoiets. Ja. Dat is een pak tekeningen van 1995 tot 2015. Ja. Maar met welke bedoeling heb je die volledig laten digitaliseren, scannen, neem ik aan, hè? Ook, en online zetten? Ja, ook Want hier. Vaak is een schetsboek net iets privé, iets dat je toch koestert als een soort van privéarchief, een database. Je gooit het helemaal open nu, je gooit ze online. Dat betekent dat heel de wereld onbeperkt toegang heeft. Dat is toch een belangrijk statement, denk ik ook. Eerst van waar het idee komt, ook weer ingegeven door iets praktisch. En als met in Australië te gaan wonen. En anderzijds het belang van die schetsboeken eigenlijk, dat is de eerste neerslag van werk. Ook al wordt er iets niet gebruikt, of ook is dat niet onmiddellijk zichtbaar, maar zeg maar, dat is de ruggengraat. Of als je de geest van mijn werk goed zou willen vatten, dan zou ik misschien... voor wat betreft het als een in het domein van een verbeelding of als mentale constructie, of dat je het ook wilt noemen, dan zou ik bijna kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen. Dus de associatie... Als de voedingsbodem van jouw oeuvre. Ja, maar misschien, ik vind misschien zelfs het ding op zichzelf ook, omdat bijvoorbeeld bij beelden zou ik misschien na verloop van tijd kunnen zeggen, ja, eigenlijk was dit toch niet helemaal zo, of hier is dat... De afwerking, ja. Of allerlei dingen. Terwijl bij de tekeningen heb ik... Dat aanvaard ik zo. Soms zit er een tekening die... onlangs vroeg me nog iemand van, oh ja, dat is wel goed dat je ermee speelt met die onkunde en dan weer niet. Ik zei, ja, maar dat is gewoon wel zo. Hè, soms, natuurlijk. Ja. Dus het is ook geen selectie of zo. Het is de een na de andere. Dus, maar omdat, dus door in Australië te zijn, nog over en weer te gaan en dan... Voor een project vertrek ik meestal wel
dat is eigenlijk als terug mijn verbeelding een beetje activeren. Dan begin ik erin te kijken, oh ja, dit, of ik heb toen dat gedaan, wat was dat nu weer juist? Dan weet ik ongeveer en dan neem ik dat eruit, kan ik dat raadplegen. Neem je zelfs die oude, de vroege schetsboeken van de jaren 90, neem je die ook terug vast om te bekijken en te gebruiken? Ja, maar ik moet natuurlijk wel zeggen dat ik dat sinds met die digitalisering dat ik dat veel meer heb gedaan. Maar soms neem ik die vast omdat ik weet, ja, daar was toch iets mee te doen. En dat kan zijn dat dat naar aanleiding is van in de actualiteit of zo. En dan probeer ik dat terug te vinden of een herinnering. Dus die is eigenlijk ook een soort van geheugensteun. Maar om het concrete punt terug te komen, dus intercontinentaal reizen, allemaal goed en wel, maar een valies van 20 kilo is snel gevuld. Mm-hmm. Dus, en dan 3 boeken, dat is al iets. En vandaar dat je al kan, en die worden er altijd meer. Dus kan je toch niet elke keer over en weer. Dus je kan die overal zelf raadplegen en tonen. Dus dat was uiteindelijk de bedoeling. Dat ik ben die ook zelf beginnen fotograferen, maar gewoon op de grond, met mijn voeten erop, voor gewoon te weten, dat was die tekening. En totdat ik er ook over iemand sprak, zei ik, dat zou misschien wel interessant zijn voor een project. Ja. En dat vond ik ook wel. Ook omdat eigenlijk de tekening, of die manier van tekenen, die is eigenlijk, of die heb ik ontwikkeld, of die is ontstaan, dat je wilt, in pre-internet, voor wat mij betreft. Ik had er nog geen weet van. Maar op een bepaalde manier werkte ik eigenlijk een beetje op een zoekmachine-achtige manier. Dus vooraan beelden te komen, bijvoorbeeld een woord, en dan ging ik naar welke betekenissen kan datzelfde woord hebben. Dus hetzelfde als je nu in een zoekmachine, zeg maar, schoen stopt, en dan gaan we allemaal beelden zien die met schoen te maken hebben, en misschien iets waar ik totaal niet aan gedacht zou hebben. En dat deed ik eigenlijk intuïtief ook een beetje. En dat was net om materiaal te hebben, om beelden mee aan de slag te kunnen gaan. Dus dat vond ik wel een leuke commentaar op. Ook dat de manier van lezen verschillend kan zijn. Dus want ik teken ze wel chronologisch. Het is te zeggen, het een blad na het ander. Ik doe het dikwijls ook wel, terwijl ik in een ander boek kijk. Dus ik lees in één boek en dan denk ik, dat is ook iets. Ik kijk ernaar alsof het dan niet van mezelf is. Dus dan kan ik zeggen, dat is hier wel iets interessants, dat teken ik over. En dan ga ik zo verder. En dan moet dit even drogen met de inkt of de aquarel, of een ander boek. Dus er zijn 2 of 3 boeken die hebben meestal wel met elkaar te maken. En je kunt ze eigenlijk ook een beetje zo lezen. En dat kun je op die website ook. Dus je kunt de boeken open doen als friezen of horizontale banden onder elkaar. En dan kun je zo ook al en verschuiven. Mm-hmm. En dan kun je zo ook bepaalde associaties en verbanden zien, zoals het eigenlijk een beetje gemaakt is. Het is vrij eenvoudig te vinden, hè? Sven Tjolle's sketchbooks. Ja. Als je dat googelt, dan kom je vanzelf en op de site. En dan wat betreft het privé-karakter ervan en alles erop. Het is ook wel zo, het is zoveel eigenlijk, dat eigenlijk alles staat erop, maar niemand ziet het toch echt. Dus of dan, ik word eens naar gekeken, maar dan... Omdat ook, het is niet gemedieerd. Er is eigenlijk niet echt een selectie. Dus iemand die totaal onwetend erop komt, kan zijn dat net op een oninteressant boek of een reeks van tekeningen die altijd maar herhaalt. Mm-hmm. Ik denk, amai, als dat er zo'n 100 zijn dan. Mm-hmm. Dus er zit, het vergt misschien ook wel een beetje zoekwerk of creativiteit van een bezoeker zelf. Mm-hmm. Ja. Als je zo door je schetsboeken gaat en ook als je jouw sculptuur bekijkt, valt het inderdaad op, zoals je zelf aangeeft, dat je je beelden doorgaans baseert of ent op een bestaand beeld. Hoe werkt dat bij jou? Vind je die oorsprongbeelden, vind je die toevallig? Ga je er echt heel actief naar op zoek? Er zitten elementen uit de stripwereld in, de populaire cultuur, politieke propaganda, kunstgeschiedenis, tribale kunst. Eigenlijk plunder je de hele beeldcultuur, bij wijze van spreken, in functie van de gedachten die je hebt. Is dat een doelgerichte research of is dat meer dingen die bijna toevallig komen aanwaaien en die je dan approprieert en combineert? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik zou het ook niet direct plunderen noemen en bij appropriatie en zou ik ook een reserve doen. Ik zou wel oppassen, bijvoorbeeld. En niet zomaar maar elk beeld overnemen om het dan naar eigen dunk te gebruiken. Hier zien we toevallig een beeld dat geappropriëerd is. Dat is van
Godfried Brockman, geloof ik, kunstenaar van de Kölner Progressieve, of toch van die richting. En in dit geval heb ik dat beeld genomen vanwege de titel. De titel was daar Arbeitervrouw mit Kind. Mm-hmm. En dan, omdat ik wel werk heb gemaakt en ook van... over arbeidsrelaties, klasseposities. En dat is een onderwerp dat in de kunst niet echt onmiddellijk te vinden is. Ik wil niet zeggen dat het er niet is, maar door de aard van door de kunstgeschiedenis is dat niet wat wij kennen als de grote kunst. De kunst die de sociale strijd beschrijft, is niet de grote kanon of zo. Wel, die gaat... Courbet, misschien, de arbeiders... Oké, okay. Courbet. Maar in de, moderne kunst wordt ook vaak beschouwd op het moment dat Courbet, dus steenwerkers, anonieme werkmannen... Ja, dat is goed, maar ja. Pak nu echt in dit geval de 20e eeuw. Ja. Als je dan verder gaat, ook expliciet die benaming, want je kunt natuurlijk wel de dingen erin bekijken. En dat was toen de positie van de arbeiders en in de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis enzovoort. Mm-hmm. Maar ik neem dat dan ten eerste omdat ik was avant-garde kunst, die ik als een vorm interessant vind. Maar eigenlijk ook, dat is dan al een introductie van het thema. En dan kan ik ook de vraag stellen, hoe zit dat met de arbeiders vandaag? Of hoe zit dat met die situatie vandaag? Dat is in dit geval daar de reden van. We zien nu net daarnaast, staat in kleurboekachtige vorm, een beeld van Julio González. Mm-hmm. En dat is Mère et enfant. En daar heb ik tekeningen van overgenomen of naar verwezen, want ik teken het dan zelf wat over. Mm-hmm. En dat komt omdat er eigenlijk op een anekdotische manier, maar dat is ook een manier hoe het werkt soms, en hij heeft ook een aantal tekeningen en portretten, portret austair. Dus, maar daar slaagt dat meer op een stuurs gezicht of een stuurs portret. Meer de psychologen, de karakterkenmerk van iemand. Maar dan die austère, dus dat is dan voor mij het aanknopingspunt met austerity. Soberheid, opgelegde soberheid. Ja, en de economische politiek van de laatste jaren. En natuurlijk ook González als kunstenaar, die vind ik ook heel interessant. Eigenlijk begonnen zo met religieuze invloeden dan zo, sociaal realistisch, maar tegelijkertijd ook eigenlijk de pionier of een soort van voorbeeld voor David Smith en de ontwikkeling van de abstracte beeldtaalkunst en ijzersculptuur in Amerika en dan Caro erachter en zo. Dus, en bovendien, die pas, die heeft heel goed werk gemaakt op eind 40, 50, dus dat is ook altijd hoopgevend. Vind je dat belangrijk, dat mensen die referenties in jouw werk oppikken naar González of andere geëngageerde kunstenaars? Well, ik vind dat plezant als ik dat in een ander kunstwerk herken, maar het kan ook zijn, moest dat niet zijn. En ik probeer het natuurlijk wel zo te doen, dat het daar niet mee staat of valt. Ja, dus dat er ook nog andere lagen, of dat het werk op zichzelf al... Maar ik denk dat het wel een verrijking kan zijn. Mm-hmm. En ook eigenlijk een soort van eerbetoon aan die kunstenaars. Mm-hmm. Want vaak gaat het, nu in het geval van die Brockman bijvoorbeeld, gaat het over kunstenaars die eigenlijk niet zo bekend zijn als Courbet bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Je hebt het al gehad over sociaal realisme, het uitdrukken van een maatschappijkritische visie in een avant-garde context. Je hebt er een heel sterke band mee, hè, met kunstenaars die zich politiek, sociaal geëngageerd hebben, zowel vroeger als recenter. Dat is ook een beetje een open deur vraag natuurlijk, maar hoe zie jij de relatie kunstpraktijk, politiek engagement? Valt dat samen? Zie je dat gescheiden? Beschouw je jouw praktijk als een vorm van politiek engagement of zit het op een ander niveau? Je hebt uitgesproken politieke visies, sociale visies. Is jouw kunst daar een vertaling van of zijn dat parallele zaken die misschien... Ja, ik denk, want ik had een soortgelijke vraag ook een paar dagen geleden. Ik denk de vraag was misschien meer van moet je als kunstenaar sociaal geëngageerd zijn, maar ik denk het is... Zo'n vraag zou ik nooit stellen. Nee, maar het is een vraag, vind ik, die... Of
nu als kunstenaar of whatever, die u als mens wel mocht stellen, vind ik. Geprobeerd de wereld te begrijpen, zien. Mm-hmm. En dan denk ik, het gaat bijna niet anders aan dan vast te stellen dat er toch heel wat dingen zitten die scheef lopen of onrechtvaardig, wat dan ook. En dan een tweede ding is, waarom is dat, hoe komt dat? Ik denk, dat is al veel als je dat probeert te begrijpen. En dan kun je nog zien van, is er iets misschien dat er aan te doen is? Kan ik er iets aan doen? En misschien ene mens kan misschien heel veel doen, een andere veel minder. Maar een journalist die heeft misschien een veel groter forum dan een niche kunstenaar of heel ontoegankelijk werk of... Dan weet ik wel. Maar dat vind ik, neemt niet weg dat die vraag gesteld mag, moet worden, bijna. Mm-hmm. En dan is het zien op welke manier ermee om te gaan. Mm-hmm. Ik kan best begrijpen, zeker dat er kan zijn dat er kunstenaars zijn die zeggen, ja, dat is niks voor mij. Ik heb voldoende aan puur formeel te werken, enkel de taal der vormen, en die daarnaast misschien, weet ik wat, heel actief is in een vakbond of in een politieke partij, of weet ik wat. Dus die, denk ook niet, is het een of het ander, die dingen die kunnen parallel lopen. Bij mij is dat trouwens ook zo, maar ze beïnvloeden elkaar wel. Dus bijvoorbeeld, toen ik heb tot voordat ik naar Australië ging, mijn hoofdinkomen, dat was door als leraar, heb ik lesgegeven. Uh-huh. En dan heb ik ook gezien, ja, in die werkomgeving, dan was ik, heb ik mij geëngageerd als vakbondsafgevaardigde. Uh-huh. En dan ook in de vakbond zelf. Maar dat heeft dan ook dan weer aanleiding voor een werk gegeven of andersom. Dus die dingen kunnen elkaar... beïnvloeden. Ja. Enfin, maar best ook, denk ik. Ja, ik zal mijn vraag anders stellen. Mm-hmm. Veel van jouw werk heeft een sociale, maatschappij-kritische, politieke ondertoon. Soms is het heel expliciet, zoals in je werk. Vind je het belangrijk dat de toeschouwer die betekenis / boodschap binnenkrijgt? Of heeft dat geen belang, één keer het voor jou geuit is? Met andere woorden, streef je een vorm van communicatie na? Of vind je het voldoende dat de mensen jouw werk mooi vinden, interessant vinden, zonder dat daar enige politiek bewustzijn of een soort begrijpen plaatsvindt? Zeker in het begin, jaren geleden, vond ik dat zeker nogal belangrijk. En dan probeer ik dat ook in het werk zo te doen. Ja, maar werk was ook veel explicieter politiek, hè? Ik moet er... Misschien wel de kanttekening erbij, dat als je spreekt over een werk of een oeuvre, in dat oeuvre zelf kunnen ook allerlei verschillende gradaties zitten. Zeg maar bij een componist, die kan een deuntje maken, een symfonie, en daarin zijn ook al die verschillende ingrediënten, worden ook op een verschillende manier behandeld. Ja. Maar het zal zeker zo zijn dat misschien jaren terug, dan probeer ik dat wellicht ook in elk aspect ergens iets van mee te geven. Nu is dat ook nog wel zo. Maar misschien ben ik daar iets relaxter in. Maar geef ik wat meer vrijheid, denk ik, voor een artistieke ontwikkeling. Mm-hmm. Alhoewel ik dat moeilijk vind om dat zomaar op te splitsen. Want als je dan weer gaat zien, ja, wat bedoelde met artistiek? Ja. Maar over het algemeen natuurlijk... het is niet zo dat het een uiting is van frustratie. En als de frustratie van mij is afgegooid, dan is die in orde. Nee, natuurlijk. Mm-hmm. Het is aangenaam of des te beter als mensen er iets van meepakken of als ze zich erdoor aangesproken worden of aangemoedigd, want dat kan ook. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die zeggen, amai, die persoon, die kunstenaar, die maakt een kunstwerk over, ik zeg maar iets, over onze strijd of zoiets. Ik heb dat al gehad met een tentoonstelling met de stakende automobielarbeid. Dat is fantastisch als je zoiets wilt doen. Dus dat kan ook al in alle bescheidenheid, dat kan wel iets betekenen. En hetzelfde zoals voor mij, zoals ik van die kunstenaars uit vorige generaties of nu dingen zie, die inspireren mij ook, die spreken mij ook aan en die zetten mij ook aan om verder te doen. Dus dat is ook al wel iets, denk ik. Mm-hmm. Ja. Marcel Broodaars verweet Jozef Beuys wel eens dat hij aan de ene kant een uitgesproken politiek standpunt innam
en aan de andere kant in de chicste galerieën exposeerde en zijn werk verkocht aan rijke bourgeois of industriëlen. En Brodaars vond die spreidstand heel, heel hypocriet. Heb jij dat ervaren ooit, het idee van een soort spreidstand tussen jouw politieke overtuiging en het feit dat jouw werk circuleert in een kunstwereld die toch per definitie exclusief is, om niet te zeggen af en toe ook elitair? Ik heb... Dat is natuurlijk altijd de vraag. Mm-hmm. En voor de verandering heb ik ze een tijdje terug zelf eens gesteld aan een gerespecteerde curator ook, in verband met een heel bekende kunstenaar, met Thomas Hirschhorn. En omdat ik in de tentoonstelling zag ik heel expliciet werk van hem. En van hem bedoel ik een slogan. En daar was eigenlijk niet zo heel veel interpretatie. En dan kwam mij ook voor de geest de topgalerieën. Chique galerieën heel die revolutionaire slogans tonen. Heel het topsegment van de kunst dat inderdaad verweven is met het kapitaal en zo verder. Mm-hmm. En dan het antwoord dat ik toen heb gekregen was, ja, als je dat werk wilt discrediteren door die vraag te stellen, dan moet je dat maar doen. Dus ik denk dat het wel nogal een streng antwoord was. En ik denk dat je de vraag zeker mocht stellen. Mm-hmm. Was ik eigenlijk kwijt wat ik daar... Nee, maar Hirschhorn is een goed voorbeeld. Hè. Maakt ook vrij politiek engagement. Ah ja, nee, sorry. Persoon in kwestie zei ook, als dat al niet meer kan, dus zo'n werk tentoonstellen daar en daar, ja, dan kun je niks doen. Maar dan een ander, ik ga een paar elementen geven die antwoorden of bedenkingen bij die vraag. Bij de opening van Wheels of de preview, ik hoorde ook iemand zeggen, ja, het vaste publiek of het kernpubliek of de steuner, de leden bedoel ik van het museum, maar er waren toch heel wat die een beetje uit hun comfortzone waren door inderdaad net de confrontatie met die thema's en als je een beetje kunt kijken, kun je wel zien van waar de politieke wind komt in mijn werk, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik dacht, maar eigenlijk waarom moet ik mij oncomfortabel voelen door als kunstenaar kunst te maken en die nu toevallig, enfin, niet toevallig natuurlijk, maar die in deze tijd voor een groot stuk of op topniveau in een wereld functioneert, in een kunstwereld bedoel ik, ja, die waarschijnlijk wel haak staat op het soort van inhoud dat je brengt. Mm-hmm. Ja, ja. En dus bedoel ik, eigenlijk kan die vraag ook omgekeerd worden of anders is gesteld worden. Van, wat vindt zo'n, ik zeg er maar iets, eens even denken, een voorbeeld, denken, wat vindt Ferdinand Huts van de standpunt, want ik geloof hij verzamelt Latijns-Amerikaanse modernisten, onder meer, denk ik. Ik denk dat er heel wat bij gaan zitten, mijn uitgesproken links profiel. Zeker. Ja, maakt u dat niet een beetje... Ja. Ja, hoe is uw gevoel daarbij, ten opzichte van de collectioneur? Ja. Maar een optie zou kunnen zijn dat je, net zoals de Russische constructivisten in de jaren 2030, het schilderij of het beeld of de tekening als voorbijgezet beschouwt en je kunst meer gaat beschouwen als een soort maatschappelijke actie of een vormgeving van een maatschappij. Die stap zet je bewust, neem ik aan, niet. Dat je als kunstenaar de maatschappij gaat vormgeven, je behoudt de positie van de kritische waarnemer. Nee, maar het is ook... En sowieso, dat waren andere tijden toen. En ik denk dan ook een beetje logisch dat door heel de euforie dat de ambities zo hoog waren. Het zou een beetje zo'n... Om als postval van de muren nog zo'n... Mm-hmm. Ook met heel die erfenis zo'n ambities te hebben. Denk je niet dat ooit kan terugkomen, het kunstenaarschap als een maatschappelijke kracht die niet puur commentaar geeft, maar nee, dat wel. Nee. Natuurlijk, dat wel. Dat is ook wel zo. Dat is ook al nu. Dat kan ook al nu zijn. Mm-hmm. Maar ik bedoelde maar de kunstenaar als vormgever van de maatschappij. En dat lijkt me nogal hoog gegrepen. Van dat die, ik bedoel, het is een wisselwerking. Of die kunnen wel dingen vertolken, denk ik. En, zo. Ja. En bovendien, misschien, ik heb misschien al eerder zo wat laten ontvallen.
ik schat ook niet de... Enfin, het is dubbel, de capaciteiten van kunst. Maar ik ga het anders zeggen. Bijvoorbeeld, ja, misschien een beetje gevoelig terrein, maar met heel de... Er was toch een controverse rond Michael Bormans, toen als hij een schilderij ging tentoonstellen in Israël. Mm-hmm. En hij zei, ja, maar nee, dat is juist... Dit schilderij, dat is om, hij zei niet letterlijk van, dat is om vrede te brengen, maar het ging toch naar die richting, van, voor de mensen tot een inzicht. En dat vind ik ambitieus. Ik geloof niet dat een schilderij of een tekening, dat kan in die situatie. Mm-hmm. Het kan wel andere dingen, soms bescheiden. Maar het is goed om te proberen bewust te zijn van wat kunst wel of niet kan of zou kunnen in die context. Dus ik ben wel eerder ik denk, als je gewoon maar iets met een tekening doet, hoe simpel dat is ook iets. Vandaar ook deze tentoonstelling met die rond het aspect van het tekenen, hoe simpel dat ook kan zijn, maar je kunt toch communiceren met iemand anders. Dus ik wil eigenlijk maar zeggen, ik ben niet zo'n voorstander, of ik geloof niet echt in het ding van het onderscheid van er zijn... ik vind niet per se een tekening of een schilderij beter of minder of meer geschikt dan... wat was het? Een actiemiddel of wat had je er net aangehaald? Ik zei, ja, moet je... Ik zei, de constructivisten die lieten hun tekening staan en die... Die gingen vormgeven. Ja, vormgeven. Communicatie. Maar wat is het dan, die vormgeving uiteindelijk? Ook driehoeken en cirkels en zo. Posters. Nee, maar ik bedoel ook, soms wordt het onderscheid gemaakt van, ja, schilderkunst is maar een schilderij. Je gaat als kunstenaar beter actie doen. Ik bedoel, dat is iets dat ik al wel af en toe heb gehoord, of toch zeker een tijd terug, van, ja, is dat wel... Hoort dat wel in een museum? Moet er niks op de straat doen? Bijvoorbeeld, dat is ook een... of tussen de mensen. Maar volgens mij... Ik vind sociaal project. Ik zie daar niet per se zoveel verschil in. Dat is wel een ander medium, een ander context. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wordt dat ook dikwijls dan gecanoniseerd als een kunstwerk. Of het heeft eigenlijk dezelfde symbolische waarde, dat bedoel ik, als een schilderij. Mm-hmm. En het is meestal niet echt... Ik moet misschien denken aan voorbeelden, maar meestal niet echt effectief in de zin dat het bedoeld is. Het geldt nog eerder als metafoor, als een beeld. Misschien dus een beetje wat Joseph Beuys ook met zijn actionen deed, hè? Waar echt kunstacties... Daar natuurlijk, dat is dan wel een interessant discussiepunt, omdat, als ik me niet vergis, lag hij wel mee aan de basis van de groene. Dus dat is dan wel iets met veel verder strekkende gevolgen. Dan iets symbolisch. Maar daar dan ook, maar ook in dat is dat omdat met andere mensen samen is gewerkt dan waarschijnlijk, of dan echt een organisatie die dan op poten is gezet. Ik denk niet dat de groenen nadien nog als kunstwerk zijn bestempeld geweest. Mm-hmm. Klopt. Heb jij collectieve praktijken gehad of gedaan? Of ben je meer iemand die puur vanuit zijn eigen leefwereld werkt? Nee, ik heb me wel begeven op momenten waar dat er dingen gebeurden. Of bijvoorbeeld in een vakbond of in een strijdbeweging. En ICC vroeger ook nog. Ja. Dat zag je dan niet als een kunstpraktijk. Dat was meer een politieke praktijk of een sociale praktijk. Goh, ik heb wel eens... en dat was het... misschien het kunstwerk, alhoewel dat ik dat open had gelaten of dat er een was of niet, waar ik de meeste reacties ooit op heb gehad, denk ik, maar vooral negatieve, is meegedaan aan de verkiezingen. En ik had de brochure als opgevat, is this art or propaganda? Dus het was tegelijkertijd ook wel een reflectie net over dat gegeven, maar het was nogal controversieel. Dus. Ja. Een laatste vraagje voor we de mensen in de zaal de kans geven om te reageren. Je woont en werkt in Melbourne. Je komt af en toe naar België. Vanwaar de overstap naar Ginder? En wat zijn voor jou... Wat is de impact van die verhuis geweest op jouw praktijk? Is die veranderde context ook van invloed geweest op jouw werk en jouw leven- en denkwereld? En in hoeverre? Dat is altijd moeilijk. Waarschijnlijk wel, natuurlijk. Het is toch een andere omgeving, denk ik, dan Antwerpen, Melbourne. Ja, dat zeker. Ja. Dat wel. Maar verbazend genoeg, de parallellen zijn soms treffend. Mm-hmm.
waardoor dat de uniciteitsaanspraken die overal gemaakt worden, wel sterk gerelativeerd moeten worden. Mm-hmm. Het genre van oh, de Belg is met een bak, geboren met een baksteen in zijn maag, dat maakt ons zo uniek of speciaal. Dat is ook iets mm-hmm. dat ginder geldt mm-hmm. bij wijze van spreken. Maar nee, natuurlijk, maar ik denk het heeft invloed op mijn werk, zoals iets anders invloed zou hebben. Dus, maar die schetsboeken, dat is bijvoorbeeld de digitalisering ervan, dat is bijvoorbeeld al een concreet resultaat daarvan. Mm-hmm. Natuurlijk, wat wel interessant is ook, want er is wel veel over te zeggen, die is ook de letterlijke afstand. Op zich, je hebt er net ook gezegd van als commentator of observator, dus daar houdt ook een zekere afstand in, dat je met afstand tot de dingen bekijkt. Maar die fysieke afstand erbij, dat maakt toch nog echt nog een extra verschil. Bekijk je Europa anders, omdat je in die positie zit van de afstandelijke blik? Laat je dat beter kijken naar hoe wij hier nu leven? Beter. Of anders? Ja, het zicht is er wel niet beter op geworden. Ja. Dat is wel zo. Ja. Je bent er zeker niet positief of optimistischer over. Daar moet ik eerlijk in zijn. Nee, ook dat werkt ook in de andere richting. Mm-hmm. Er zijn heel positieve dingen aan België ook. Mm-hmm. Waarvan omgekeerd, waar dat ik nu kan zien, van, om een concreet voorbeeld te geven, bijvoorbeeld België, België, de vakbondsgraad van de bevolking is in België heel hoog. Dat is vrij uniek. In Australië was dat. Daar is ook een sterke sociale geschiedenis. Mm-hmm. Ik moet eigenlijk misschien maar 10 minuutjes fietsen en dan ben ik aan het monument voor de eerste 8 uur dag per wereld. Mm-hmm. De vakbonden nu, die zijn er heel erg klein. Maar dat belet niet dat ze nog constant zwaar onder druk liggen. En nog zwaarder. Het is alsof dat tot de laatste man eigenlijk ongedaan gemaakt moet worden. Dus waarmee dat ik wil zeggen, ene keer als die stap gezet is, lijkt me dat, zoals met vele andere dingen, lijkt me dat heel moeilijk om daar tegenin gaan wel, maar om dat terug te draaien. Mm-hmm. En de kunstwereld ter plekke? Ben je daar sterk in vernetwerkt? Netwerk is nooit mijn sterke punt geweest. Maar wel, nu gaat er binnen een paar dagen of morgen, binnen 2 dagen gaat er een tentoonstelling open, waar dat werk van mij ook te zien is, in een groepstentoonstelling. Ik kan nu ook werken met een galerie in Melbourne. Mm-hmm. Ik ken wel, het is wel zo, de art scene in Melbourne is heel artist. Het is echt een artist scene. Er zijn heel veel kunstenaars. Dus op een opening, dan zijn allemaal kunstenaars bij wijze van spreken. En heel veel kleinschalige initiatieven. Mm-hmm. Natuurlijk. En hoe bekijken zij jou? Ben je daar nog steeds de Belgian artist of ben je volledig daar deel van het circuit? Je woont toch al een tijd? Jawel, maar het heeft maar eigenlijk door er te gaan wonen, want daar moest ik nog op antwoorden. Het is zoals heel veel mensen ginder, door privéreden of de liefde dat ik naar ginder ben gaan, door mijn vriendin gevolgd die Australisch is. We hebben ook 2 kinderen, voordien was het over en weer, maar dat blijft moeilijk vol te houden. Mm-hmm. Maar dus voor mij was dat eigenlijk wel van nul te beginnen, omdat het soort van werk dat ik maak, de manier waarop, dat is niet van in een valies te steken. Dus dat is allemaal nogal omslachtig. Dus dan moest dat netwerk dan een atelier vinden. Dus een van de mindere kanten in Melbourne, ondanks dat het al 7 jaar op een rij de beste stad ter wereld is, volgens de Economist, om te wonen. Maar dat is dan voor executives. Daarop zijn die lijstjes gebaseerd. Ja. Is dat het de huizen, wonen is verschrikkelijk duur. Dus waardoor dan bijvoorbeeld een atelier vinden, dat is al een probleem. Ja. En dan is de stad is ook heel groot. Ik ben dan ook nog zo iemand die dacht, ik haal mijn rijbewijs wel na mijn hogere studies, maar toen kon ik direct beginnen werken en het is er nog altijd niet van gekomen. Dus ginder is dat ook niet zo ideaal. Dus is met de fiets. Atelier, 8 kilometer verder enzovoort. Ja. Dus al die dingen maakten dat het ook niks van netwerk of tenzij via zo wel wat kunstenaars dat wel. Maar dat het wel wat een tijd heeft geduurd. Ook dan heb ik in het begin ook wel eerder dan
gekozen om, als er hier dan een uitnodiging was of een gelegenheid voor een tentoonstelling, voor daarop in te gaan. Dus dat wil zeggen, dan ben ik daar weer even weg. En dan als je dan terug bent, is het kinder terug. Dus die mm-hmm. dingen hebben gemaakt dat het wat heeft geduurd eerder dat ik artistiek naar buiten ben gekomen. Ja, en je toekomst als kunstenaar ligt hier of hier? Wat is voor jou het vooruitzicht? Hoe zie je jezelf? Ik zie er in ieder geval wel naar uit om nu, volgend jaar ga ik daar een solo tentoonstelling doen, om dat te doen. Omdat het is telkens toch een heel ding om te bedenken van ja, hoe gaan we dat probleem van transport oplossen. En dat geeft ook nog verkort ook nog de productietijd of de tijd dat je artistiek kunt werken. Ja. Iets dat ik altijd probeer zo lang mogelijk te rekken eigenlijk. Ja. Dat al de energie gaat in het artistiek ontwikkelen. Als er nu een fase in waarin dat goed is, het is te beter. Maar, dus daar zie ik wel naar uit. Maar waar ligt de toekomst? Waar u brengt of zoiets. Ja. Oké, goed. Bedankt. Mensen, zijn er dingen... Wacht. Wil je nog iets zeggen dat we nog niet hebben besproken? Ik hoop dat hem dat vraagt, maar dat ik dat niet gevraagd heb. Of... Misschien komt het zoiets nog maar op eerst te zien. Dan is het aan de zaal. Wel. Ah, als ik hem al. Ja, oké. Okay. Ja. Dan is het aan de zaal. Hebt u een vraag of een opmerking of een tip? Of gewoon een interessante bedenking. Ik kan ook. Die beelden van de tentoonstelling in Wils zijn die dan ook in Melbourne gemaakt? Wel, op allerlei verschillende manieren. We zijn er creatief mee omgesprongen, zeg maar. Een deel had ik al gemaakt. Dat was wel een voordeel van in het begin, als het van zero, van nul te beginnen was. Ik kwam op een gegeven moment in een situatie terecht wat er eigenlijk geen deadline was voor een werk klaar te hebben. Geen deadline? Geen. Dus ik, terwijl ik had meestal al tot daarvoor gewerkt van dan is er daar een tentoonstelling. En dan dat echt in functie, het werk wordt ontwikkeld in functie daarvan. En dan is het vrij, dus wel een zekere druk van moet goed zijn of dit. Dus als dat er niet is, dat is een andere manier van werken. Dan kan er veel meer tijd over gaan. Dan denk ik, eigenlijk trekt op niks, maar dat is niet erg. We zien morgen wel verder. Of dat is een paar weken ook. Dus er is veel meer tijd. Ik heb een periode gewerkt met veel meer tijd, zonder dat er een onmiddellijke bestemming voor die beelden was. Kon ik eigenlijk ook wat dingen uitproberen die wat vreemder, of die voor mij op het eerste zicht wat vreemder waren. En dan heb ik daar een mal van gemaakt en die mal opzij gezet. En niet het positief gemaakt, omdat dat ook puur technisch werk is. Dus ik steek liever al mijn tijd in het creatieve, in het artistieke aspect. En zo had ik er een paar staan. Dus dat was een dus de mallen waren gemaakt? Ja, maar dat was nu niet voor Wils, maar voor een andere tentoonstelling heb ik dat zo eens gedaan, voor Toulouse in Frankrijk. Dan heb ik, als die vraag kwam voor de tentoonstelling, heb ik de positieve gemaakt van beelden die ik misschien het jaar ervoor had geboetseerd, maar nooit in werkelijkheid gezien. Okay. En dus dan, effectief, dat heb ik ook gedaan, een mal, het beeld geboetseerd en dan ter plaatse in Melbourne de mal gemaakt en die verstuurd. Eén keer heb ik het eens gedaan met geen aardschipper, omdat, en dan was de mal wel in polyester en siliconen van binnen, omdat er eigenlijk kan niet zoveel mee gebeuren. Dan mag dat een ruwe koffer zijn. Mm-hmm. En die zo met een doorsnee-courier laten opsturen. Dat was een manier. Dan voor Wiels zijn er ook dingen die bedacht zijn en ter plekke gemaakt. Mm-hmm. Zoals het zwembad. Mm-hmm. En met het zwembadje en het hek er rond. Ja. Maar dan heb ik wel zo dingen gedaan voor proberen een idee te hebben van de schaal en het gevoel dat dat zou zijn voor toch, want anders is het volledig, mm-hmm. denk ik, zo. Dan heb ik ook, wat ik ook al heb gedaan, is naar hier komen en het beeld hier gemaakt en het dan hier afgegoten. Dat is dan als er iets... Maar dan moet je hier beschikken over een atelier. Ja, maar ik heb lang nog een atelier dan gedeeld of dat gehouden. Ja. Maar ook voor Wiels heb ik dat ook gedaan. Ik heb al de strategieën wat tegelijkertijd gedaan. En dan, uiteindelijk is het niet zo moeilijk om hier ergens een atelier te vinden voor een beperkte tijd en dan dat gebruikt.
Eens denken welke methodes waren er nog. Het is gemengd. Mm-hmm. Oké, okay. Ja, nog vragen? Ik denk dat is een vraag voor. Dat is een vraag voor Wiels, maar ik denk dat is iets in de hoe zeg je dat? De politiek. Nee, dat was in de politiek van. Ik denk dat is een sociaal project, veronderstel ik, waarin dat ze mensen uit de buurt. Inschakelen. Maar ik heb daar wel commentaar op gekregen. In de zin van, want er hingen ook een hele reeks van Suske en Wiske, mm-hmm. Een bloemlezing met racistische... Raciale stereotypen, ja. Ja, racistische ja. Praat echt, zeg maar. Ja. En van die dat... En dan enkel zwarte supposten in je tentoonstelling, dat is dan toch een bizarre combinatie? Ja, ik denk of people of color, zoals ze ook... People of color, ja. Oké. Okay. Machtelt, uw vragen zijn op. Ik heb een andere. Slaat de leerkracht in u nog door in uw werk? Of bent u niet zo lang leerkracht geweest? Wat, toch wel een tijd. Maar ja en nee. Dat was in de kunstenmajoren, ja. Denk ik. Ja. Ja, en ik heb, nee, dat is ook, ik heb ook het enigste businesskaartje dat ik ooit heb gehad. Daar stond op vakdidacticus. Ik heb een tijd ook assistent geweest in de lerarenopleiding aan de academie. En dan moest ik mensen die studeerden voor les te geven gaan bezoeken terwijl ze stage gaven. Maar ik vind natuurlijk wel, enfin, ik weet niet van waar u vraagt, maar ik ben wel een voorstander voor. Ik ben niet tegen iets didactisch. Maar dat is wel een van de, misschien de laatste taboes, of dat is toch een soort van wet in de hedendaagse kunst. Oei, mag niet te didactisch zijn. Mm-hmm. Natuurlijk, als ze dat zeggen, dat wil zeggen dat de didactiek misschien niet goed is, omdat met goede didactiek zou het niet merken. Dat je iets aan het leren zijn. Maar ik vind het wel natuurlijk waardevol en in die zin. Als je wilt, wel een leraar, maar misschien geen kantieke schoolmeester of zo. Maar om dingen die je hebt, observaties of kennis, om dat over te brengen of te delen. Of, dat heeft ook te maken met wat ik in het begin zei, over het begrijpen van de wereld. Mm-hmm. Ja, en ook Boys was een leraar, hè? In hart en nieren, naast kunstenaar. Oké, okay. Nog vragen? Oké, okay. Dan wil ik Sven hartelijk bedanken voor zijn... uiteenzettingen en de inzichten die hij gedeeld heeft. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie rustige aanwezigheid. En de volgende Artist Talk is al volgende week. Dat is met Michael Bormans, die Cinema Zuid. Dat is op dinsdag. En dezelfde week van de week is er op donderdag ook een Artist Talk met Bruno van Roels, fotograaf. En die vindt hier plaats. Ik hoop u daar terug te zien. Dank u wel.